Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talk. Yes, het is vrijdag 15 april en dat betekent een nieuwe editie van Late Night Talks. Mijn naam is Charissa, de host van vanavond. En nou goed, we hebben een vol programma. Dat hebben we eigenlijk altijd, zoals je dat van ons gewend bent. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk een spelletje spelen. Ja, het is eigenlijk het favoriete spelletje van Late Night Talks. Ook mijn favoriete spelletje, al zeg ik het zelf. Een beetje biased, maar het is wel het moment om hem te gaan spelen. Yeah, are you invited? Are you invited to my cookout? Or not. Ja, ik doe dit spelletje altijd met mijn gasten hier aan tafel. Ik ga het straks met jullie hebben over racisme in de gezondheidszorg hier in Nederland. Maar voordat we dat gaan doen, dus eerst ons spel. Naast mij zit Janifa, welkom. Daarnaast zit Aishagul, welkom. Naast jou Judith en daarnaast weer Joey. Ik ga die straks proper introduceren, maar we gaan eerst even dit doen. Invited to the cookout. We hebben een fictieve barbecue. En wie is er wel in, uitgenodigd en wie niet? We hebben altijd eigenlijk een hele interessante gastenlijst. Niet altijd even gezellig. Maar we gaan er wat leuks van maken. De eerste op ons lijstje is Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is in opspraak geraakt nadat hij de telefoon van een jongen ver uit zijn handen sloeg. De voetballer bood zijn excuses aan nadat de moeder van het jongetje zich op social media had uitgesproken. Ondanks de kapotte telefoon van een jonge fan moet hij het doen met een uitnodiging van Ronaldo om een keer naar een wedstrijd te komen kijken. Is Ronaldo invited to your cookout? Nou, Joey. Zo, oké. Is hij invited to my cookout? Ik heb het incident gezien op de social media kanalen. Mm-hmm. En ondanks het een niet een positieve move was van Cristiano Ronaldo, weet ik wel wat Cristiano Ronaldo nog meer doet buiten alleen dat foutje wat hij heeft gemaakt. Dus ik zou hem wel uitnodigen voor mijn cookout en het er dan over hebben van hey bro, fuck ja. Niet echt cool van je, maar ik vind dat hij genoeg goede dingen ook doet. Dus op basis van dat zou ik hem niet gelijk meteen cancelen. Ja, precies. Oh, je hoeft hem ook niet te cancelen, hoor. Het is al langer uitnodiging, ja. Ja, maar toch vind ik het... Het is een jongen van 14 of zo, toch? Ik snap dat je heel... hoe zeg je dat? In je sport kan zitten, Janifa. Maar is dit... jij het? Ik ben wel geschrokken van het beeld. Als in, ik begrijp niet zo goed wat de voorbode was voor deze reactie. En ik heb inderdaad net als Joey ook al een documentaire van hem gezien. En ook een andere kant van hem leren kennen. En deze kant ken ik dan nog niet. Ik vind het heel lastig om van een fragment te zeggen van... nou, ik zou jou niet of nooit uitnodigen in mijn huis. Maar ik denk zeker wel dat hier geen gegronde reden was... om überhaupt zo'n reactie te geven. Laat staan aan een kind. Ja, dus ik heb het gevoel dat we allemaal het wel eens zijn... dat die man mag komen naar de cookout. Maar we moeten het wel even... Ja, een stevig woordje met hem. Oké, cool. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Johnny de Mol en zijn ex Shima. Heet ze Kaas? Kees. Johnny de Mol wordt door zijn ex Shima Kaas beschuldigd van ernstige mishandelingen, poging tot doodslag. Echt in paniek lijkt de miljardair zo niet. Ondanks het gelekte politiedossier waarin ook medische gegevens en foto's zitten. De Mol presenteert nog altijd zijn dagelijkse talkshow en lijkt de zaak te negeren. Is Johnny invited to your cookout? Judith? Is he invited to your cookout? Ja. Hierna weet ik het eigenlijk niet. Ik vind het wel een gezellige gast en volgens mij ook wel toffe programma's, maar ik weet het niet. Nee. Aishagul, hoe zit het bij jou? Ik vind het wel heel extreem wat hij heeft gedaan. Dus ja. Het is natuurlijk wel een onderzoek wat lopende is, maar als dit datgene is wat hij heeft gedaan, nee, dan hoeft hij niet te komen. Nee. Ja, de foto's die zijn uit het dossier gelekt, zeg maar. Die zien er best wel heftig uit ook. Heb jij die toevallig ook gezien? Ik heb ze niet gezien, maar ik zag vandaag wel een fragment in het nieuws inderdaad erover. Ja. En ik denk in de vorm van mishandeling, kindermishandeling, huiselijk geweld, dat ik eigenlijk altijd wel achter de vrouw sta. Totdat het tegendeel is bewezen. Ja, omdat ik vaker zie in onderzoeken dat het andersom gebeurt. Dus ik gok liever op wat de woorden van de dame in kwestie is. En die is not invited to my cook. Nee, precies. Want Joey, hij doet nog steeds zijn talkshow presenteren iedere avond. Terwijl dit onderzoek loopt. Wat vind je daarvan? Ik, even los van wat er is gebeurd.
Ook hiervoor zou ik Johnny de Mol niet uitnodigen voor mijn cookout. Ik mag Johnny de Mol gewoon niet en de familie. maar het is, ik vind het wel niet juist dat ondanks dit nu zo loopt, dat hij nog steeds zijn talkshow presenteert. Zijn talkshow zou wel door kunnen gaan met een andere presentator. We hebben er genoeg. Jij bijvoorbeeld. Kom je erbij. Maar ja, ik vind dat niet juist. Nee. Dan gaan we door naar de volgende. Radiostation Phoenix is aangesproken op het feit dat ze LHBTQIA+ haat regelmatig onder hun social media posts te lezen niet aanpakken. Volgens activist Roger Kunjibihari erg schijnheilig, aangezien ze hem wel meerdere malen hebben uitgenodigd om over LHBTQIA+ rechten te praten. Want kan je jezelf als radiostation een ally noemen als je niet expliciet uitspreekt? Phoenix heeft vervolgens excuses geplaatst en deze vervolgens weer afgezwakt. Is Phoenix invited op jouw cookout? Ja, het ging dus om een post over, ik weet niet precies meer wat het was, maar het was in ieder geval Being Queer. Nou, heeft Roger daar het een en ander over geschreven en dat ging over de comments bij een post waar dat is niet, nou ja, in de gaten gehouden in ieder geval. Dus er kwamen best heftige reacties op. Judith, heb je dit toevallig meegekregen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet heb meegekregen, nee. Maar ja, ik denk zeker als je hierover uitspreekt, dan kun je het ook niet terugtrekken en zeggen dat je er toch niet soort van twee maten meten. Nee. Nee, maar dat was ook niet per se het geval. Het was meer dat, ja, ze doen dit vaker, maar dan de reacties ging het gewoon heel erg los. En dat is toen niet gecheckt. Geneva, wat vind jij ervan? Ik denk als je als platform uitdraagt dat je er voor ieder ander bent, dat je dat dan ook moet uitdragen in de comment-sectie. Dus haatdragende taal, racisme, discriminatie, alles wat eronder valt op gender, ras, kleur, dat zou je eigenlijk moeten verwijderen. Ja. Er moet geen plek zijn voor haat. En als je dat niet uitdraagt als kanaal, moet dat ook niet op je platform leesbaar moeten zijn. Nee, precies. Maar ik heb het gevoel dat wel niet alleen bij Funnies bijvoorbeeld gebeurt, maar een ParaTV, een andere. Ja, Joey, wil er wat over zeggen? Er is een campagne die Movisie, waar ze nu mee bezig zijn, dat gaat over het stoppen van online discriminatie. Mm-hmm. En dat heet hashtag dat meen je niet. Misschien hebben jullie ervan gehoord, misschien ook nog niet. Maar bekijk het. Dan wordt dit nog beter aangepakt. En waar kunnen we het bekijken? Ja, dit is een hele moeilijke vraag. Typ het op internet in hashtag dat meen je niet en dan vind je dit. Google, oké, cool. Nou goed, dan is het tijd voor ons eerste tafelgesprek van vanavond. We gaan het hebben over racisme in de zorg. Dat discriminatie en specifieker racisme je leven kan verzieken, hoeven wij je niet te vertellen. Maar hoe erg is het dat op een plek waar iedereen op zijn minst gelijke behandeling mag verwachten, racisme ook zo sterk leeft? We hebben het over de zorg in Nederland. Denk aan patiënten van kleur en met een migratieachtergrond die niet dezelfde behandeling krijgen als hun witte medepatiënten, terwijl ze wel met dezelfde issues binnenkomen lopen. Denk aan zorgmedewerkers die zich onbewust laten beïnvloeden door vooroordelen, bijvoorbeeld de gedachte dat alle zwarte vrouwen sterk zijn en geen pijn voelen, of überhaupt het gebrek aan diversiteit binnen een zorgorganisatie. En wat dacht je van het stelselmatig negeren van etnische verschillen? Zo hebben Zuid-Aziatische mensen meer kans op hart- en vaatziekten en ziet huidkanker bij zwarte mensen er anders uit dan bij witte patiënten. Tijd om het hierover te gaan hebben. Ja, tijd om het hierover te gaan hebben. Judith, ik moet het even goed zeggen. Judith, jij werkt voor VAROS en je hebt onderzoek gedaan naar racisme in de zorg vanuit zorgverlener naar patiënt. Klopt. Ja. Joey, jij hebt het andersom gedaan. Jij werkt voor Movisie. En daar hebben ze het juist over racisme vanuit de patiënt naar de zorgverlener. Klopt. Toch? Oké. Okay. Yes. Judith, begin ik even bij jou. Wat voor invloed heeft racisme vanuit zorgverleners op patiënten? Op de zorg in het algemeen? Ik denk een hele grote invloed. We zagen het net al in het filmpje. Het heeft een hele grote invloed buiten de zorg. Dus de ziektes die ontstaan door discriminatie. Gezondheidsverschillen. Mensen van kleur, maar mensen met een migratieachtergrond komen met andere ziektes ook naar de zorg. En door zorgverleners met een witte blik kijken. Dat leidt tot gezondheidsverschillen en dat is gewoon een grote impact. Ja, en kan je die verschillen benoemen? Waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld, je zag het in het filmpje al over Aziatische patiënten met meer hart- en vaatziekten. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat huidkanker ziet er bij gekleurde mensen anders uit dan bij witte mensen. Er zijn veel spotjes op televisie van smeer je in met zonnebrand en trek een t-shirt aan, maar bij gekleurde mensen
ontstaat huidkanker bijvoorbeeld op de vingers en op de tenen. En ja, daar is gewoon heel weinig aandacht voor. Ja, en dan heb je het heel erg over fysieke verschillen daarin. Zijn er ook mentale verschillen die spelen? Ja, we weten dat mensen die met veel discriminatie te maken hebben, ook vaker depressies hebben, verslavingen, maar ook angststoornissen. Dus die impact is heel groot. Ja, ja. Aishagul, we hebben het hier nu over de gevolgen van racisme, over de impact. Om je even voor te stellen, jij was tot voor kort gemeenteraadslid voor DENK. Dat is niet de reden waarom je hier zit. Nee. Maar jij verloor je moeder aan een onjuiste diagnose. Gecondoleerd, dank je nog voor. En dat had volgens jou bewust of onbewust te maken met racisme of discriminatie. Hoe zie jij dit dan? Nou, om eventjes het beeld dan compleet te maken van wat er aan de hand was. Bij mijn vader merkten we het ook wel, maar mijn moeder is een Nederlandse zonder migratieachtergrond, een bekeerlinge. En na het overlijden van mijn vader, ze was sowieso chronisch ziek, ging ze veelvuldig naar de huisarts, omdat ze dusdanige klachten hadden die eigenlijk haar in haar dagelijks leven belemmerden. Mm-hmm. Ze viel heel erg af, ze had heel veel pijn en ze had dusdanige klachten dat je eigenlijk als huisarts zou zeggen van oké, verder onderzoek is noodzakelijk. Maar ondanks dat gaf hij op een gegeven moment aan dat zij waarschijnlijk haar land van herkomst miste. Dat ze haar geboorteland miste. En mijn moeder had zoiets van, ja, ik ben gewoon een Nederlandse zonder migratieachtergrond. Ja. Ik ben hier gewoon al. Maar zoals ik al zei, mijn moeder is een bekeerlinge. Ze maakte ook gebruik van haar meisjesnaam, een Nederlandse meisjesnaam. Mm-hmm. Maar ze zag er wel uit zoals ik. Ja. Ze had een hoofddoek om. En toen ze dat aangaf bij de arts, toen zei hij ze van, dan mist u uw man. Dat was dan de volgende diagnose. En het is eigenlijk geen diagnose. Het feit dat je je land van herkomst mist, is geen diagnose. Nee. Voor je klachten. Uiteindelijk na veel aandringen, want ik ben een aantal keren met haar mee geweest. Niet vanwege het feit dat ze de taal niet machtig was, maar gewoon omdat ik wat meer op mijn strepen stond. Ja. Waardoor ik ook een beetje in de clinch kwam te liggen met de huisarts. En dan ben je toch wel wat terughoudender, omdat je zoiets hebt van, je weet wel dat ze een eten hebben afgelegd, maar je hebt toch zoiets van, je bent terughoudend. En dan neem je een stapje terug en dan zeg je van, oké, daar ga ik niet mee. Uiteindelijk, na heel veel aandringen, is ze doorverwezen. En toen heeft hij er ook nog eens verkeerd doorverwezen. Want ze is toen uiteindelijk bij een chirurg in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen had de chirurg zoiets van, ik wil u wel opereren, mevrouw, tof, maar ik zou mijn god niet weten wat ik zou moeten opereren. Dat moeten we eerst achterkomen. En godzijdank, ik ben de arts in het ziekenhuis heel erg dankbaar. Hij heeft het intern geregeld, anders zou het betekenen dat ze weer terug moest naar de huisarts, weer moest worden doorverwezen en dan zou het weer langer gaan duren. Mm-hmm. Uiteindelijk is ze intern voor doorverwezen, is wel op de juiste afdeling terechtgekomen. En toen bleek ze dus uitgezaaide borstkanker te hebben. En echt geen enkel plekje in haar lichaam meer was kankervrij. Ja. Uiteindelijk zijn we wel met de behandeling gestart. Maar binnen 3 weken was ze overleden. Ja, jeetje. Jeetje. En is dit door het racisme, door de discriminatie, denk jij? Je bent als huisarts, vind ik zelf. Kijk, als het een arts in het ziekenhuis is die je misschien af en toe vluchtig ziet, die kent zijn patiënt misschien niet zo goed. Die gaat af op basis van de medische gegevens die je hebt. Maar we hebben het hier over de huisarts. Mm. Een huisarts die zij veelvuldig bezocht. Hij sprak haar ook aan met haar achternaam. Ik bedoel, eventjes serieus, als jij zegt tegen iemand mevrouw Olthof, dan mag ik hopen dat kwartje wel valt dat je iemand tegenover je hebt waarbij je die diagnose, die overigens geen diagnose is, dat wat je zegt, dat niet klopt. Mm-hmm. Dat je patiënt kent. Dat je weet wat de achtergrond van je patiënt is. Maar op het moment dat je dan met zo'n excuus komt, met zo'n opmerking komt, daar kan ik niet meer omheen. Want dan is het gewoon op basis van haar uiterlijk dat hij een conclusie heeft getrokken van, dan mis je je land van herkomst, dan mis je gewoon je geboorteland. Dat zijn de oorzaak van je klachten is. Ja. En kijk, als hij iets anders had gezegd, dan was het misschien een andere verhaal geweest. Bij mijn vader hebben we het ook meegemaakt, maar daar kon ik het niet echt plaatsen, omdat dat was wat subtieler, laat ik het zo zeggen. En ik ben niet iemand, ondanks mijn uiterlijk, dat ik alles koppel aan discriminatie of racisme. Want soms als ik onjuist bejegend word, heb ik zoiets van, dat kan gebeuren. Dat is het leven. Maar soms kan je er gewoon niet omheen. Nee. En in dit geval kon ik er niet omheen. En het was gewoon overduidelijk, omdat hij op basis van haar uiterlijk gewoon tot zijn
diagnose was gekomen. Ja. En hoe is dit voor jou? Ik zie ook dat het je raakt. Ja, ondanks dat het... Ik heb het ook in de raad gedeeld toen, mijn eigen ervaring. Want we hebben natuurlijk ik heb me daarvoor wel ingezet. Ik dacht dat ik het wel eventjes zonder emoties zou kunnen vertellen. Maar dat gaat toch niet helemaal. Het raakt. Kijk, ik ben dan wel dusdanig gelovig genoeg dat ik weet zo van... uiteindelijk staat je moment van overlijden vast. Maar het pad er naartoe, datgene wat... Ze heeft heel erg geleden gewoon. Ik zag haar voor mijn ogen gewoon wegkwijnen. En dat heeft heel erg gevolgen. Mijn moeder was best wel een forse vrouw. En op een gegeven moment was het gewoon fel over been. En ze kon niks meer. En dat zag ik ook bij mijn vader. En dat laat zijn sporen achter. En ik, als ik naar de huisarts ga, dan nog... Ik ben wel sceptisch. Ik doe zelf mijn eigen onderzoek. En ook de houding van de artsen zelf nog steeds. Ik ben uiteindelijk bij de vorige huisarts weggegaan... die de verkeerde diagnose heeft gesteld. Want hij had pas na maanden nadat mijn moeder was overleden... heeft hij pas gebeld. Jeetje. Met de mededeling. Zo van, ik heb gehoord dat je moeder is overleden. Dus ik zei van, hallo, even serieus. Ja. Heeft hij nog een soort zelfinzicht, excuses, iets? Nee. Hij had nog wel sorry voor mijn woordgebruik, het gehoorde lef om te zeggen van, dat mocht je wat nodig hebben, dan kan je bij me terecht. Oh. En ik was precies van, hadden je nodig en toen heb je niks gedaan. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. En ik heb ook uiteindelijk gezegd van, ik wil ook niet meer dat je me belt. Mm. Het hoeft voor mij niet meer. Ik bedoel... Het is niet meer terug te draaien, dus het is ook niet meer te compenseren. En als je dan afvraagt van waarom heb je dan daarna geen stappen ondernomen om dus artsen eventueel te confronteren of om een aanklacht in te dienen, dan komen we weer op andere problemen. Mm. Je bent op dat moment in de overlevingsfase, omdat we woonden nog thuis en toen mijn moeder wegviel, toen moesten we het huis allemaal uit. Dus het was allemaal met praktische zaken waar je dan mee bezig bent en in de overlevingsmodus ga je. En op het moment dat je alles weer een beetje op een rijtje hebt, dan is er al een tijdje voorbij. En dan ga je nadenken en denk je van, ga ik die stap weer zetten? Want we hadden het hele juridische traject van de woning, et cetera, hadden we al achter de rug en zo. En je bent niet de enige natuurlijk. Want ik heb natuurlijk ook broertjes en zusjes van, willen die dat traject ook ingaan? Want ik kan die keuze wel maken om dat traject in te gaan. Maar het heeft een emotionele impact op iedereen natuurlijk. Het gaat iets verder van iedereen. En toen heb ik gezegd, dan... En er was al een tijdje overheen gegaan, dus dan laten we het gewoon rusten voor wat het is. En toen ik het moment in de raad kreeg, en toen dacht ik zelf van, dan ga ik er gewoon op een andere manier mee om. Ja, om precies. Te voorkomen dat eventueel andere mensen hetzelfde overkomt wat mij is overkomen. Ja, want het heeft je op heel veel manieren heeft je geraakt. Ook praktische zaken, juridische zaken, mentaal, fysiek. Zijn jullie dat ook tegengekomen in het onderzoek dat jullie gedaan hebben? Joey? Ik... Allereerst dank je voor het delen van je verhaal. Ik word er zelf ook emotioneel van. Wat wij tegen zijn gekomen is dat discriminatie komt natuurlijk voor persoonlijk niveau. Dus we hebben het nu over patiënten, zorgverleners, onderzorgverleners, van zorgverleners naar patiënten, onder patiënten. Maar wat we niet moeten vergeten is dat het ook institutioneel voorkomt. En dat institutioneel racisme, waar we het al... We hebben het nu vaker gehoord. En Judith noemde net het voorbeeld met dat huidkankeronderzoek. Mm. Om even een beeld bij te geven. In 2018 is ooit onderzoek gedaan naar het opsporen van huidkanker. Voor dit onderzoek zijn bijna alleen maar witte mensen gebruikt. Of tenminste gebruikt, getest, onderzocht. Excuus. Met dus een ondervertegenwoordiging van mensen van kleur. Dus de conclusie die je uit dat onderzoek trekt. Alles is gebaseerd eigenlijk op jouw onderzoek op basis van witte mensen. Nou, dit wordt dan geïmplementeerd in jouw werkmethodes, et cetera, et cetera. En daardoor ga je dus, hoe hard het ook klinkt, zulke fouten maken. Omdat je eigenlijk tijdens jouw onderzoek niet bewust genoeg bent van... als we dit op deze persoon toepassen, gaat dat voor die persoon volgens hun onderzoek ook werken. Wat dus eigenlijk niet zo is. Dus daarom moeten we dit nog vaker herhalen en aanpakken. Ja. En Geneva, jij bent verloskundige, hè? Ja. Jij houdt je bezig met racisme in de geboortezorg. Onlangs op Instagram een post geplaatst waarin je aangeeft dat vrouwen woonachtig in Nederland en afkomstig uit Sub-Sahara-Afrika 3,5 keer verhoogd risico hebben op slechte zwangerschapsuitkomsten. Ja. 3,5 keer, dat is echt heel heftig. Dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. Waar hebben we het dan over? Welke factoren spelen hier een rol in?
ik denk dat er heel goed onderscheid gemaakt moet worden dat ik hier een groep benoem, dat een bepaalde etniciteit heeft. Maar dat we heel goed terug gaan werken naar het feit dat het niet ligt aan deze mensen zelf. Het probleem ligt niet genetisch. Mm-hmm. We weten dat we in de genetica of in de wereld maar één ras hebben. En als we daarin kijken naar verschillen tussen bepaalde rassen, maakte dat het verschil tussen jou en mij vrijwel nihil is. Maar ook het verschil tussen, ik ben van Kavriaanse komaf, maar ook het verschil met mijn Kavriaanse buurvrouw. Dat kan soms meer verschillen, als we kijken biologisch gezien, mm-hmm. dan dat ik met iemand anders van een andere etnische groep zou verschillen. Dus dat is het eerste wat ik altijd wil meegeven als ik zoiets post. Ja. Dan heb ik het dus inderdaad over bepaalde groepen mensen, waar iets misschien wat vaker voorkomt. Dat kan zijn doordat het in die groep iets vaker bepaalde leefomstandigheden worden aangehouden. Misschien bepaalde voedingstradities worden aangehouden. Maar het heeft niet zozeer met die genen te maken. En als je dus naar onderzoek gaat kijken binnen die groepen, zie je dat daar hele grote verschillen in zijn. Nou, wat maakt dan dat dit dan alsnog naar boven komt hier in Nederland? Want dit is een studie geweest hier in Nederland. Hebben ze gekeken van, nou, waar ligt dat dan aan? En als we keken naar moedersterfte, was 74% van de gevallen van moedersterfte bij vrouwen van een migratieachtergrond, bleek er sprake te zijn van substandaard zorg. Nou, substandaard zorg betekent eigenlijk dat de zorg is afgeweken van wat er normaal gangbaar is in Nederland. We hebben in Nederland protocollen, we hebben in Nederland richtlijnen, we hebben gangbare zorg. Je gaat ergens naar binnen en je verwacht dat je daar dezelfde zorg krijgt als in ziekenhuis B en ziekenhuis C, ja. Omdat we daar richtlijnen en protocollen voor hebben. Maar in 74% van die moedersterftegevallen en in 40% van de kindsterftegevallen blijkt dus dat op het moment dat daar dus iemand binnenstapt, dat er is afgeweken van die standaardzorg. En dat kan zijn vanwege een taalbarrière. Iemand heeft niet goed begrepen wat symptomen waren. Dat kan zijn dat de persoon zelf symptomen niet kon benoemen, omdat ze het niet heeft herkend. Mm-hmm. Maar we zien dat daar ook een hele grote factor in speelt, dat een arts of een verloskundige of een kraamverzorgster, iedereen die om een zwangere heen staat, gewoon niet is geschoold. En dan hebben we het over dat institutioneel racisme. Niet is geschoold over hoe je bepaalde diagnoses en welke behandelingen je moet inzetten op iemand met een donkere huid ten opzichte van iemand met een witte huid. Ja. En dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En wat Joey ook zegt, klopt helemaal. Als we kijken naar institutioneel racisme, gaat het over enorm veel lagen. En we hebben een systeem hier in Nederland opgebouwd dat gewoon helaas onbewust of onbedoeld racisme in de hand werkt. En dat wat bedoel je daar dan precies mee? Nou, wat ik bedoel met onbewust racisme is, daar ben ik zelf ook een onderdeel van geweest. Ik ben opgeleid hier in Nederland, in Rotterdam. En ik heb boeken geleerd waar alleen maar witte blaadjes of witte plaatjes zijn van witte vrouwen. Als er staat een diagnose van, laten we zeggen, een pasgeboren kindje, dan beoordeel ik dat kindje op de kleur. Nou, wat zijn de puntensystemen die ik dan langs moet gaan? Is het kindje roze of ziet het bleek? Er is geen bruin kind die roze of bleek gaat zien. Nee, ja. Maar dat maakt dus al dat vanaf het start van het leven, die score geven we 1 minuut na geboorte, ja, zit al een racial bias. Want hoe beoordeel je dan? Want ik heb nooit geleerd, oké, maar hoe benoem ik dat dan op een donkere huid? Ik weet dat omdat ik andere kinderen ken. Ik ben zelf een vrouw van kleur. Maar toen ik terug moest denken van, nou, maar hoe beschrijf je dat dan? Want ik heb genoeg bruine baby's ter wereld zien komen. Hoe beschrijf ik dat dan? Dat doe je eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus daar ligt het al in. Maar als we kijken naar de apparaturen die we gebruiken. Iedereen kent wel misschien zo'n metertje dat je aan je vinger krijgt. Dat noemen we een saturatiemeter. Dat meet je zuurstofgehalte. En dat doet het door middel van zo'n lampje. Meestal als je dat open doet, dan zie je een klein lampje branden. Dat blijkt dus dat zo'n saturatiemeter een stuk onbetrouwbaarder is op donkere huid. Waarom? Omdat het licht niet goed opgenomen wordt op een donkere huid. Dus dat betekent dus dat daar een foutmarge. Er zijn bepaalde onderzoeken geweest die hebben gezegd dat het is 2 keer zo foutief. Maar het is ook 40% minder effect. Dat zijn de apparaten waar wij diagnoses mee stellen. Dat geldt ook voor het geelzucht of geelzien van een pasgeboren baby. Ja, ja. Als je niet weet wat het normaal zou moeten zijn,
hoe kan je dan tijdig herkennen dat er een probleem ontstaat bij iemand van een andere kleur? Ja, en hoe kan je dat tijdig herkennen? Want het is 2022. Ja. Snap je? Ja. Dus ik vind het nog steeds heel vreemd. Nou hoor ik dagelijks dingen die ik heel vreemd vind voor 2022. Maar deze is best wel heftig, toch? Ik bedoel, we verliezen mensen hieraan. Het is de start van het leven. Ja. En eigenlijk bij het moment dat een kind wordt verwekt en je meldt je aan bij een zorgverlener, loop je al met 1-0 achter als het gaat om migratieachtergrond op dit moment. En ik denk dat wij als zorgverleners daar gewoon heel erg hard voor moeten maken om het feit te erkennen dat dit in Nederland speelt. En dat we terug moeten gaan naar de opleidingsmaterialen die we gebruiken richting de zorgverleners en iedereen die er omheen staat. Maar dat we ook eerlijk mogen zijn naar onze cliënten toe. Dus als je zwanger bent of je bent iemand naast in de familie, je kan een supportsysteem zijn door inderdaad kritische vragen te stellen, maar ook daadwerkelijk aan je zorgverlener te vragen van hey, ik weet dat deze statistieken hier in Nederland leven. Ik ben niet van plan om eens een statistiek te worden. Nee. Hoe maak jij dat je bijdraagt aan het feit dat ik niet zo'n statistiek word? Ja. Heb je gezocht naar de problemen? Dit zijn de ziektes die voorkomen. Ik heb meer kans op een hogere bloeddruk. Ja. Dat niet goed wordt herkend. Een postnatale depressie. Ja. Nou heb ik dus onderzoek gedaan naar in ieder geval vrouwen in de geneeskunde. En hoe daar, die lopen ook flink achter, durf ik nu te zeggen. En ik merkte dat heel veel vrouwelijke chirurgen die ik sprak, of neurologen, whatever, die dan het hadden over een enorm ego in de gezondheidszorg. Dus dan gaat het vaak over mannen van een bepaalde leeftijd. Die zijn vaak wit ook. En die vinden het niet heel fijn dat je ze tegenspreekt. Dat is wat ik heel veel terugkreeg van huisartsen. Die ook gewoon zelf, dat waren witte huisartsen ook. Mm-hmm. Maar hoe kom, want dan kom jij dus als patiënt kom je ergens binnen. Ja. En dan heeft diegene is medisch wetenschapper. En ik ga jou dan in twijfel stellen. Ik denk niet dat het de vraagstuk is of dat je iemand in twijfel moet stellen. Maar ik denk dat je wel mag vragen, in hoeverre ben jij hierop voorbereid of geleerd op mijn huidskleur? Ja. En ik denk dat dat een terechte vraag mag zijn, naar aanleiding van de onderzoeken die zijn geweest. Dus ik denk als iemand dan met ego tegenover je zit, dan moet je heel goed afvragen of dat je op een veilige plek bent. Ja, ja, ja. Aishagul, jij hebt dit de eerste rij meegemaakt eigenlijk. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Wat had jou heel erg geholpen in die periode? Ten eerste dat de arts natuurlijk niet bevooroordeeld is. Ook al is het onbewust misschien waarschijnlijk. Ik bedoel, dat heb ik hem niet gevraagd of zo. Dat het want we hebben natuurlijk allemaal een eigen referentiekader. En waarschijnlijk dat hij gewoon onbewust misschien die opmerking heeft gemaakt. Omdat hij er ook misschien, weet ik veel, iets niet mee kan of zo. Maar ik in ieder geval een luister. Hij hoorde mijn moeder wel, laat ik het zo zeggen. Maar hij luisterde niet naar de. Dus echt een luisterend oor. Gewoon echt luisteren naar je patiënt. En dan niet eens op basis van, hoe zal ik zeggen, ook al zou er een nu klinkt dat heel oneerbiedig als ik dat op die manier ga noemen, maar een Nederlander zou zitten zonder migratieachtergrond. Maar gewoon op de persoon. Gewoon kijken naar de persoon. Luisteren naar de persoon waar die last van heeft. En er niet altijd standaard, want dat is ook wat ik heel vaak wel merk bij artsen zo, dat ze denken dat iedereen hypochonder is of zo. En ik bedoel, ik weet van mezelf dat ik niet hypochonder ben, maar ik, als ik klachten heb, dan heb ik gewoon klachten. En ik denk dat het zeker in die periode met mijn moeder gewoon, dat hij serieus had moeten kijken, gewoon serieus had moeten luisteren. Ook daarna. Kijk, ik heb ook natuurlijk in die periode, omdat de arts in het ziekenhuis haar heel snel heeft doorverwezen en ook heel behulpzaam is geweest. Daarna in het ziekenhuis is het wel goed gegaan. Dus dat is dan ook het positieve. Dus ik wil ook wel de positieve kan benadrukken. Maar ik denk in de eerste instantie wel heel goed kijken en goed luisteren naar je patiënt gewoon. Ja, maar als ik het even op individueel niveau heb. Ja, precies. Gewoon. Voor mij lijkt dat logisch voor medische. Het lijkt dus niet zo logisch te zijn. Ja. Ik denk dat voor het merendeel is met de intent kan spreken. Ik heb zelf ook de eet afgelegd. En nooit de intentie om kwaadwillig te zijn. Want anders kies je een ander beroep, neem ik aan. En er is maar een klein deel van de mensen right in your face racistisch. En in jouw geval is dat zeker het geval geweest. En ik denk in veel meerdere gevallen die we niet kennen en helaas ook niet horen, omdat er heel weinig klachten worden ingediend tegen zorgverleners. Maar ik denk wel dat die intentie er voor de meeste is om goedwillig te zijn. Maar dat maakt
ik kreeg laatst de vraag, is het ontwetendheid of racisme? En toen zei ik dat iets ontwetendheid is, betekent niet dat het niet racistisch is. Ja, ja. Het is juist vele malen gevaarlijker niet wetende dat je racistisch bezig bent, dan dat je een paar rotte appels ertussen hebt zitten. Ja, want dan weet je het eigenlijk. Want vandaar ook dat ik zei, zo van iedereen heeft zijn eigen referentiekader, waar wat je hanteert en op basis waarvan je eigenlijk ja, in het leven staat. En dat maakt wel dat het soms, soms onbewust gaat gewoon. En dat is wel, dat is. En als je er niet op wordt gewezen, ja. Dan blijft dat bestaan. En dan, dus je moet mensen er ook op wijzen. Dus dat zou dan ook wel helpen, mensen erop wijzen. Gewoon die bewustwording, dat is de eerste stap, denk ik. Want kijk, we kunnen wel allemaal met regels komen, et cetera. Maar zolang die bewustwording niet verandert. Kijk, theoretisch gezien weten we allemaal. Juridisch gezien mag het niet. Discriminatie, racisme is gewoon verboden bij de wet. Ja. Maar komt het niet voor? Nee, het komt voor. Dat betekent dus dat we het niet alleen op theorie op papier mooi moeten hebben. Dat kan. Maar je moet echt die bewustwording hebben. Gewoon die knop die moet omgedraaid worden. En mensen moeten daarop mee aan de slag. Ook bewust mee aan de slag. Ja. En dat denk ik ook wel in de gezondheidszorg. En dat geldt dan ook onder andere voor opleidingen dan. Weet je, dat je een hele andere insteek moet hebben. Ook trainingen in cultuursensitiviteit en eventueel ook cultuurspecificiteit. Want cultuursensitief zijn is één ding, maar echt, soms is het ook gewoon echt cultuurspecifieke behandeling nodig of een cultuurspecifieke benadering nodig. Dat zijn een aantal dingen die je dan zou kunnen doen om in ieder geval die omslag te kunnen maken. En dat is niet morgen aan de orde. Ik bedoel, sommige dingen zijn voor de langere termijn, maar ja. Je moet ergens naartoe werken. Nee, precies. Judith, ik zie je al de hele tijd meeknikken. Ik hoor veel, ja, wat, ja, is wat het, ik herken. Ja. Ja, is het herkenbaar voor jou? Je hebt het onderzoek natuurlijk gedaan. Ja, heel veel. Ja, het begint denk ik bij die bewustwording in het hele systeem. Discriminatie is het anders handelen van een patiënt in je spreekkamer, maar het racisme is echt het systeem. Dat we meer weten van de witte patiënt, hoe een ziekte bij een witte patiënt eruit ziet en hoe het werkt. En dat je met een patiënt die niet wit is, dat je ook met diezelfde denkwijze handelt. Dus wat jij noemt van die bewustwording in de spreekkamer is heel belangrijk, maar ook in opleidingen, in onderzoek. Kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker, dat moet gewoon zeker. Inclusief zijn. Ja. En niet alleen data verzamelen van witte mensen, maar van allerlei soorten mensen. Ja, want Joey, is het aan ons als patiënten of naasten van een patiënt om artsen hier bewuster van te maken? Sorry, ik herhaal je vraag. Is het aan ons als patiënten? Ja, ik bedoel, om van artsen... u hoort net dat we dat het hadden over kritisch zijn in de praktijk van de huisarts, bijvoorbeeld als patiënt zelf of als naaste van een patiënt. Als je ging mee met haar moeder, dat ik weet dat meerdere mensen dat doen. Is het wel aan ons? Hoort dat toch weer thuis? Bij de opleiding, bij de beroepsgroep, bij wie ligt dat eigenlijk? Om hier verandering in te brengen zou ik niet in eerste instantie willen zeggen dat het ligt bij de patiënt. Nee. Er zijn sommige patiënten die kunnen veel beter omgaan met communicatie, vragen stellen, doordenken, et cetera. Sommige minder. En ik zou niet willen stellen dat de patiënten die dat minder goed kunnen, dat die dan benadeeld worden op basis van mindere vaardigheden of andere vaardigheden. Waar de verandering wel zou moeten en kunnen liggen, dat ligt bij de organisaties, bij de systemen, hoe de professionals handelen. Dus je werkt nu bij een zorginstelling, zeg even zorginstelling X, dus speelt van alles op discriminatiegebied. En het is nog best wel een drempel om het daarover te hebben. Nou, dan is eigenlijk de eerste stap die je met z'n allen moet afspreken van oké, we moeten meer met elkaar in gesprek gaan. En dit moet zonder een bepaalde drempel besproken kunnen worden, zodat het laagdrempelig gebeurt. Mm-hmm. Wat je daarvoor kan doen, is bijvoorbeeld trainingen inzetten om dit soort gesprekken, die in eerste instantie misschien ongemakkelijk lijken, natuurlijker te laten verlopen. En hoe ga je zo'n gesprek aan? Hoe begeleid je zo'n gesprek? Het is dan wel handig om dit soort trainingen niet één keertje erin te gooien en dan denken, oké, genoeg, succes. Maar door het vaker te laten gebeuren, terugkomend te laten zijn voor de professionals en ook de leidinggevende. De hele organisatie hoort hierbij. Mm-hmm. Ik heb het nu over zorgmedewerkers, over leidinggevenden, maar ik heb het eigenlijk ook over de HR-afdeling, over de vertrouwenspersonen, et cetera. Wat daar verder bij helpt, als we het hebben over trainingen, ja, hoe ga je nu om met zo'n situatie als er discriminatie optreedt? Wat kan je doen als je dit ziet bij een collega? Dat noemen wij omstanders.
Van, hè, ga je er wat van zeggen? En hoe kan je dat op een ook minder ongemakkelijke manier doen? Want hoe ik het zie, is dat eigenlijk al deze ingrijpsituaties in eerste instantie nieuw zijn en ongemakkelijk. Omdat je dit vaak ook niet leert op de opleiding. En als ik heel eerlijk ben naar mezelf, ik heb ook zulke situaties meegemaakt dat ik dacht, ja shit man, ik had eigenlijk wel iets moeten zeggen. En dan ga ik achteraf wel naar die persoon toe en even erover sparren. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben, hoor. In het moment zelf denken, is het nog even niet daar. Maar dat kan je dus doen qua trainingen. We hebben uit ons onderzoek ook gehaald dat er vaak lijken protocollen, richtlijnen, regelgeving lijkt te ontbreken. Althans, er is altijd wel een richtlijn van discriminatie is hier op de werkvloer verboden. Mm. Dat is iedereen het over eens, want dat staat in de wet, et cetera. Dus iedereen doet dat netjes. Maar wat als het wel gebeurt? Wat moet je dan doen? En dan zien we dat er eigenlijk heel weinig richtlijnen zijn. En als die er zijn, zijn ze heel lastig te vinden. Althans, onze respondenten, we hebben overigens zorgmedewerkers gesproken en leidinggevenden. Van allerlei verschillende nationaliteiten, eerste, tweede generatie, et cetera. Maar die konden dat dus lastig vinden. Dus wij hebben met ons onderzoek een soort van algemene routekaart opgeschreven. Met een interne en externe route die je kan bewandelen. Mochten jullie hiermee te maken krijgen, zoek dat vooral op. Googelen. Het onderzoek heet wanneer de patiënt niet op zijn best is. Maar dat is die route die je kan bewandelen. Mm-hmm. En dat zal binnen organisaties verschillend zijn. Omdat de ene organisatie bestaat uit 100 personen, de andere uit 20, de andere uit et cetera. En als laatste wilde ik nog meegeven. Ik heb het al gehad over de HR-afdeling, de vertrouwenspersonen, et cetera. En we zijn er ook achter gekomen dat er moet meer diversiteit komen in al deze lagen van jouw zorgorganisatie. Omdat dit is wel op basis van wat onze respondenten hebben verteld, maar als zij te maken krijgen met een situatie waarin zij gediscrimineerd zijn, is de kans groter dat ze naar een collega gaan met ook een migratieachtergrond, omdat daar het gevoel veel minder heerst van ik moet me gaan verantwoorden waarom ik gediscrimineerd ben. Ik moet gaan uitleggen dat dit discriminatie is. Wat ze bij een, even heel gechargeerd gezegd, bij een witte vertrouwenspersoon, hebben ze al het gevoel van, oh, dan moet ik dat gaan doen, dus ik ga daar niet heen. Mm. Bij de HR, die dit soort dingen eigenlijk zou moeten kunnen oplossen, heb je toch die drempel van, oh ja, ik ga daar toch liever niet heen. Ik ga liever naar een collega die mij begrijpt, die mij snapt. En dat is dan ook minder energie slurpend. Ja, dus het gaat echt over het hele bedrijf. Het gaat niet alleen over SEC, de zorgmedewerker, maar ook over al de mensen daarachter. Zeker. Voordat er überhaupt iets kan veranderen. Judith, vooral in die managementlagen ook, hè, natuurlijk, omdat daar het beleid... Van bovenaf, omdat daar de perceptie gewoon op beleid en hoe de dingen worden aangepakt natuurlijk heel anders zijn. Wanneer je wat meer kan inleven met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Ja, precies. Judith, je wilde nog wat... Ja, ik wilde aanhaken op wat Joey net zei. We hebben in het onderzoek naar discriminatie bij zorggebruikers ook zorgverleners gesproken en hoe zij kijken naar discriminatie bij zorggebruikers. En ik kan me nog heel goed voor de geest halen dat we een gesprek met een arts hadden en dat bij de eerste vraag van krijg je wel eens meldingen van discriminatie, hij mij aankeek en zei, ja, tuurlijk krijgen we wel eens meldingen, maar dan is het nog maar de vraag of het echt discriminatie is. Mm. En ik denk als een zorgverlener er zo in staat, dan sta je als patiënt al 3-0 achter, terwijl dat in dat geval was het een wit iemand. Je weet niet hoe het voor iemand kan zijn. En de gevolgen die discriminatie heeft, zoals bijvoorbeeld zorgmijding of allerlei gevolgen kan het hebben, zijn wel heel echt en zijn er ook. En als je daar dus niet op de juiste manier reageert, dan kan die patiënt daar ook verder niks mee. Ja, en we hebben het hier eigenlijk al over leven en dood. Dus laten we dat vooral niet vergeten. Ik wil jullie alle vier hartelijk bedanken voor dit gesprek. Eigenlijk wil jou in het bijzonder. Het was een heel indringend verhaal. Dank voor het delen. Ik denk dat het tijd is voor een beetje ontlading. Als jullie het niet erg vinden, allemaal hier in de zaal. Dank jullie wel. En dan gaan we naar het volgende gesprek. Thanks. Ja, het volgende spel heet Toxic or Not. Klinkt als een van mijn favoriete spellen. Ik moet zeggen dat ik het nog nooit gespeeld heb, maar let's go. Yeah, you better check your relationships. Are they healthy, toxic or not? Yes. Nou,
Ondertussen zijn er twee nieuwe gasten bij mij aangeschoven. Dat is Tessel. Welkom. Je hebt een boek geschreven over je eigen toxic relationship onder andere. En relatietherapeut Elysia zit hier naast mij. Welkom. Ik ga met jullie het spel spelen, maar weet ook in het publiek dat je altijd mee mag doen. Het is interessant. Laten we het daar houden. Goed. Toxic or not. We gaan het hebben over koppels. De eerste is one of my faves, moet ik zeggen. Beyoncé en Jay-Z. Ja, wat denken jullie? Toxic or not? Ja, ik weet niet. Ik ben altijd niet een voorstander van zeggen tegen vrouwen van je moet weggaan bij je partner. Want dat mogen ze natuurlijk zelf weten. En Beyoncé is een hele intelligente volwassen vrouw die dat allemaal zelf mag weten. Maar, come on. Ja, nee, ik vind wel dat ze beter verdient. Maar toxic, I don't know. Ik ken ze niet. Nee, we hebben het wel heel lang over Becky gehad, hè? Becky with the good hair. Ja, yeah, Lemonade. Ja, we hebben het heel lang over haar gehad. There's something's wrong there, man. Yeah. Elisa, yeah. Hoe zie jij dit? Ja, ik ben een diehard fan van Beyoncé. Dus nee, ik vind ook dat, ja, dat het toch ergens wel toxic is. En waarom? Ja, door alles wat zij eigenlijk benoemt in haar albums. Ja. Hij heeft toch wel het een en ander gedaan. Hij is vreemd gegaan. Ja, toch wel... van alles gedaan. Ik vind het zo leuk hoe je erover praat of je erbij was. Ja. Ja, nee, ja. In de lift. Nee, ik ben het gewoon met haar eens. Ja, ja. Nee, maar ja, nee, het is toch echt wel ergens toxic. Maar ik denk ook wel aan de andere kant wel weer dat het ook wel een relatie is. Wat ook wel, ja, wel zijn goede kanten heeft. En ik denk dat dat een beetje dat in balans brengt. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat het goed is. Nee. Dus ik denk dat ze daar wel aan het werken zijn, want ik heb lang niets meer gehoord. Lang niets gehoord. Nee. Volgens mij is het ook heel, geeft het heel veel inspiratie ook. Ja, ja, precies. Volgens mij. Goed, de volgende, veel besproken. Will Smith en Jada Pinkett Smith. Laat het duidelijk zijn dat we dit spel doen, omdat er natuurlijk heel veel aan de hand is met celebrity couples lately, maar dat hoef ik volgens mij niet te vertellen. Ja, is dit gezond volgens jullie? Ik denk niet dat we de beelden opnieuw hoeven te laten zien. Het staat volgens mij bij iedereen nog wel op het netvlies, Tessel. Ja, zeker. Ja, ik weet niet. Ik vond het... Ik bedoel, ik ben tegen geweld natuurlijk. Maar jij dacht, fuck it. Ja, die grap ook. Ik was wel zo van, kom op zeg. Een beetje repercussies, dat is wel op zijn plaats. En het was ook... Het was een mepje, weet je? Het ja, was... Ja. Jij praat ook alsof je erbij was. Ja, I mean, het voelt een beetje alsof ik erbij was, ja. Nee, en I don't know. They make it work, weet je wel? En ik vind het, wat ik heel erg leuk vind aan Jada Smith, is dat ze zo open is over de relaties en de struggles ook die ze hebben. Ik denk dat dat wel een gezond teken is van een relatie, dat je er open over bent. Ja, dat heel de wereld moet weten hoe je relatie... I mean, weet je wat het is? Als je celebrities bent, iedereen gaat zich er toch wel tegenaan bemoeien. Dus je kan dan mensen laten speculeren en roddelsites het heft in de handen laten nemen. Of je kan zelf een red table talk, of hoe heet het, organiseren en zelf de vuile was buiten hangen. Ik bedoel, ik heb ook een boek geschreven over, over mijn meeste... Ik kan deze vraag niet stellen. Nee, ik weet maar momenten, dus I'm not one to judge. Nee. Maar ben je dan team Jada? Is dat... I don't know. Zo ver wil ik niet gaan. Maar, wie in de zaal is team Jada? Noël, je bent de enige. Twee handjes. En team Will? Ze willen gewoon niet delen. Nee, dan kunnen we laten we niet meer doen. We gaan... True. Dan gaan we naar de volgende. Jade en... Zeg je toch Jade? Ja, Jade en Gio. Ik weet niet wie dit zijn. Ja, weet je, voor mij is het ook niet per se... hij is een vlogger. Ja, hij is een vlogger. Ik hoor net ja in mijn oortje. Hij is een vlogger en zij is zijn vriendin. En zij was volgens mij 16 en hij was iets van 22 toen zij een relatie kregen. Something like that. Ja, ik hoor al geluiden. Ja, zoiets heb ik, had ik inderdaad meegekregen. Maar dat is eigenlijk, hoe ik vind dat het is. Het is gewoon pedofilie. Ja? Ja. Het is niet strafbaar hier in Nederland, 22 jaar en 16. Ja, maar dat, je zit toch wel in een andere fase van je leven. Mm. En ja, nee. Jij als relatietherapeut zegt... Ja, ik vind van een 16-jarig kind, hè, want dat ben je eigenlijk nog... moet nog zoveel dingen meemaken. En om dan met een 22-jarige man te gaan, vind ik een beetje te ver gaan. Ja, wie vindt het ook te ver gaan? Oké, nu wel. Jezus. Oh, daar gaat de pennen. Paniek. Oké, blijkbaar iedereen. Dan gaan we naar de volgende.
Ali B. en zijn vrouw Rechje. Ik weet niet hoeveel hier... Ja, dat dus. Ja. Ali is al over the place. Brechtje vaak nergens te bekennen. Zou dit een gezonde relatie zijn? Ik denk het niet. Nee. Nou, ik denk het ook niet. Waarom denk je het niet, Tessa? Tessel? Nou, omdat hij blijkbaar... naast zijn... Hebben zij een gesloten relatie, is de bedoeling? ik ken Brechtje verder niet. Ik weet heel weinig over haar. Maar als zij als de bedoeling is dat zij monogaam zijn, dan lukt dat niet erg. En ook niet binnen de lijntjes van de Nederlandse wet. Dus dat lijkt me toch wel niet echt gezond. Nee. Elise, ja, hoe zit dat bij jou? Ja, nou, ik, als je dan natuurlijk het Voice of Holland schandaal hoort, dan denk je van, ja, dat het in ieder geval geen goede relatie is wat zij met elkaar hebben. En ik heb begrepen dat zij, al eerder zijn acties heeft geaccepteerd. Dus ja, zolang je het tolereert, blijft hij doorgaan. Ja, ik heb heel veel meningen over deze relatie, maar misschien moet ik dat... ik snap niet zo goed hoe... Zij hebben ook nog een nakomertje, kindje. Dan denk ik, maar hij is toch ook al vader. Waarom blijf je dan? Ja, maar is mijn mening. Ja, maar sorry. Weet je wat? We gaan door. Fuck it. We gaan door. We gaan het hebben over toxic relationships. Laten we even naar de introductievideo kijken. Jorik en Jamie, Kim en Kanye, Will en Jada, maar ook je beste vriendin en die gast waar ze maar niet los van kan komen. Je broer en zijn knipperlichtrelaties from hell and shit. Misschien zelfs je ouders. Toxic relaties zijn overal, de hele tijd. Ze kunnen toxic zijn op een niveau van kinderachtig gedrag, aantrekken en of afstoten en niet zonder elkaar willen en kunnen. Maar toxic relaties kunnen ook een vicieuze cirkel zijn van partnergeweld. Bestaan uit gaslighting, manipulatie, controle, klappen, vreemdgaan, afzondering en constante ruzie. Weet jij hoe je een toxic relatie herkent en hoe je er ver weg vandaan kan blijven? En hoe deal je met een goede vriend of vriendin die geen rode vlaggen ziet? Let's talk. Heel veel vragen achter elkaar, maar laten we rustig beginnen. Tessel, jij hebt een boek geschreven dat heet Dat zou jij nooit toelaten. En dat gaat over jouw eigen, ging over jouw eigen toxic relationship. Right. Klopt. Ja. Waarom besloot je dat boek te schrijven? Nou, ik begon met artikelen schrijven over partnergeweld. En vaak een beetje meer in de abstracte zin. En op een gegeven moment ging ik daar dan ook mijn eigen ervaringen in gebruiken. En ik kreeg steeds meer berichten van jonge vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt. Of nog steeds in zo'n relatie vastzaten. En een beetje de gedeelde noemer van ons allen was dat we ons daar heel erg voor schaamden. Van partnergeweld, waarom pik ik dit eigenlijk? Ik had er gewoon weg moeten gaan. Dat zijn ook dingen, vragen die ik mezelf heel lang heb gesteld. En ik vond dat heel ironisch dat we dus allemaal die schaamte delen, maar dat we dan allemaal afzonderlijk van elkaar denken van, oh mijn god, wat ben ik in mijn eentje een sukkel. Terwijl we dus eigenlijk met z'n allen in dat schuitje zitten. En ik dacht, als ik dit gewoon, als ik mijn ego gewoon opzij zet en gewoon al mijn fouten en zijn fouten natuurlijk opschrijf in het boek. En mensen lezen dat, dan wordt misschien duidelijk van iedereen kan dit overkomen. En je hoeft je daar helemaal niet voor te schamen als iemand anders jou mishandelt. Ja, precies. Ik vond het van Jamie Vaas ook heel sterk. Dat zij toen, zij zat bij de Galit en Sophie, een talkshow. En dat ze daar zo open over sprak. Toen dacht ik, oh, het is fijn ook omdat ik hoop dat anderen dan zien dat ze niet de enige zijn in zo'n situatie. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij met het boek deed, denk ik dan. Ja, ik vind het vooral voor Jamie Vaas heel moeilijk. Omdat zij natuurlijk nog een heel erg publiek figuur is. En ook heel veel victimblaming over zich heen krijgt. En ik heb eerst lekker een jaartje er niet over gepraat. Toen ben ik rustig in therapie gegaan. Toen heb ik dit boek geschreven. En zij wordt natuurlijk meteen voor de medialeeuwen gegooid. Dus ik kan me echt niet voorstellen hoe moeilijk dat is. Ja. Maar het was een mooie uitzending inderdaad. Ja. Voor de mensen die het durven te delen hoor. Wie hebben hier een toxic relationship gehad? Jullie zeggen voorzichtig. En wie heeft de red flags misschien iets te laat gezien of doorgekregen? Ja, we zijn er volgens mij allemaal niet alleen in. Nee. Ik zeg nu red flags, maar kan je even uitleggen wat ik daarmee bedoel? Wat bedoelen we met red flags? Ja, nou, er zijn een aantal dingen die je eigenlijk globaal kunt zien als een soort van voorlopers voor gewelddadige of toxische relaties. Bijvoorbeeld als je partner heel veel controle over je wil uitoefenen, of als iemand overmatig jaloers is, of als iemand je zelfvertrouwen erg naar beneden haalt. Maar
daarbij moet wel gezegd worden, als we het hebben over rode vlaggen, wordt inderdaad heel vaak gezegd van, oeh ja, die had ik eerder moeten zien of die had ik eerder moeten ingrijpen. Nou ja, dat is natuurlijk niet het geval, want als iemand jouw zelfvertrouwen naar beneden probeert te krikken, dan is dat natuurlijk de schuld van diegene en niet van jou, omdat je dat niet snel genoeg door hebt gehad. Dat is vrij logisch als je verliefd bent op iemand en je hebt een relatie, dat je dan niet de hele tijd militant je eigen grenzen aan het bewaken bent. En rode vlaggen zijn natuurlijk ook subjectief. Sommige mensen vinden het heel fijn om met hun partner de hele tijd bijvoorbeeld hun locatie te delen. Als iemand aan mij zou vragen, wil je je locatie 24/7 met me delen, zou ik denken, dat vind ik een beetje inbreuk op mijn privacy. Maar dat is een persoonlijk iets, dus dat mag je ook zelf weten natuurlijk. Ja, Elise, jij bent relatietherapeut. Zijn alle stellen die jij op, bij jou in de kamer krijgt, zijn die toxic? Nee, niet allemaal. Ik heb natuurlijk ook met mensen te maken die bijvoorbeeld communicatieproblemen hebben. Mm-hmm. Intimiteitsproblemen, dus zodra ze ouders zijn, bijvoorbeeld geen intimiteit meer hebben. Dat kunnen van allerlei soorten dingen zijn. Dus nee, niet alleen. Niet alleen tactiek. Nee. En Tessel zei het al net even, die red flags, het is niet jouw schuld dat je die niet heel snel kan herkennen bijvoorbeeld. Zou jij zeggen van het moment dat je ze wel herkent, ga dan weg? Run, of denk je? Ik bedoel, tijdens als iemand bij mij is, bedoel je? Of... Nou ja, of in het algemeen in de relatie? In het algemeen, ja. Je zou dan eigenlijk wel run. Run? Ja, run. Ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk twee soorten toxic relations. En sommige zijn het, ja, je kan het, je noemt het mild, maar mild is het niet. Blijft natuurlijk een giftige relatie. Maar ja, dan heb je het bijvoorbeeld over vreemdgaan of over mensen die wat persoonlijkheidstrekjes hebben die niet... die niet helemaal gezond zijn. Mm-hmm. Kijk, daar kan je, zou je er nog wat aan kunnen doen. En dat zijn bijvoorbeeld ook, daar dus ook cliënten heb ik ook tussen, die dan gewoon echt aan zichzelf willen werken om, laat me zeggen, een relatie te laten werken. Ja, dan kan je daar wat mee. Maar als je bijvoorbeeld te maken hebt met fysiek geweld of emotioneel geweld of mensen die narcisten zijn, ja, dan zou ik echt zeggen run. Ja. Wat zijn ongezonde persoonlijkheidstrekjes? Volgens mij zei je net zoiets. Ongezonde persoon ook. Kijk, op het moment, Tessel net zei, op het moment dat je partner jou bijvoorbeeld controleert of te jaloers is, hè, je hebt natuurlijk ook gezond jaloers, maar op het moment dat je merkt dat je niet jezelf niet kan uiten of dat je op je tenen moet lopen, dat je bijvoorbeeld niet mag gaan werken, dus dat financieel afhankelijk moet gaan worden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat zijn dan toch wel een paar zaken waar je dan echt op moet letten. Ja. En nou, ik geef even een voorbeeld van mezelf. En ik weet nog dat toen ik in een toxic relationship zat, dat ik heel erg aan het overdenken was, toch? Van, klopt dit wel of klopt dit niet? Of ben ik gewoon te gevoelig? Mm-hmm. En dan ga ik schrijven, dan ga ik googlen en dan ging ik dingen opzoeken. En dat ging maar door in mijn hoofd. Wanneer had ik mezelf moeten stoppen daarmee? Kijk, ik denk dat ik dan lang ermee doorging. Ik denk dat zolang een toxische partner weet precies waar je zwaktes ligt. En daar gaat hij dan op inspelen. En op een gegeven moment verlies je eigenlijk een beetje je identiteit. Je weet niet meer wat je moet denken, wat goed is, wat slecht is. En je gaat bijvoorbeeld ook smoesjes verzinnen voor de ander. Omdat je dan toch bij degene wil blijven. Ja. Dus op het moment dat jij dan net die kracht hebt, dat jij denkt van, iets is niet, klopt niet. Of je intuïtie, je stemmetje in je hoofd die zegt van, dit voelt niet goed aan, dan zou je weg moeten rennen. Ja, we hebben het vaak over rennen, hè? Ja. Ja. Gotta go. Houd hem erin. Ja, mooi. Tessel, had jij dat ook, dat overanalyseren, je schuldig voelen of... Ja, ontzettend. Maar dat is natuurlijk ook vaak een tactiek inderdaad van gewelddadige partners, dat die dat tegen je gebruiken. In mijn situatie was het zo dat ik een jongen had ontmoet die uit Londen kwam. En die zou dan een paar weken in mijn studio in Amsterdam verblijven voordat hij een eigen appartement had gevonden in Amsterdam. Want hij wilde naar Amsterdam verhuizen. En hij bleef steeds langer. En eerst wilde ik dan... vroeg ik vaak van, heb je al een huis gevonden? Of ik zou toch wel binnenkort weer een beetje privacy willen en zo. Maar dan ging je dingen vragen als van, wil je me eigenlijk wel hier hebben? En ik ben toch helemaal hier voor jou naar Nederland gekomen. En heel erg mijn schuldgevoel aanpraten. Dat ik dacht, ik ben inderdaad ook wel heel ondankbaar. Want er is nu een guy voor mij de Noordzee overgevlogen. En dan zit ik te zeggen, heb je al een huis? Is ook zo ver, ja. Ja. Maar dus op een gegeven moment ga je jezelf dan ook erg in twijfel trekken. Dat ik dacht van, het is inderdaad wel een heel groot romantisch gebaar dat hij dat allemaal voor mij doet. Ik moet dankbaar zijn, ik moet niet zo zeiken. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat iemand verwacht dat hij zomaar in jouw huis kan verblijven. Ja, want hoe kijk je daar nu op terug?
Een paar jaar later? Of? Nou, ik heb echt jarenlang met heel veel zelfhaat eigenlijk daar naartoe gekeken. Van wat ben ik een dom wicht dat ik dat allemaal heb laten toegelaten, zeg maar. Mm. En ik had veel beter op mijn grenzen moeten letten en zo. Maar nu denk ik ook van ja, is ook wel gewoon wie ik ben, I guess. Gewoon lekker open. Ziet altijd het goede in mensen. En ik wil ook niet dat zo'n nare ervaring met zo'n guy dat verandert. Nee, tuurlijk. En ja, ook gewoon, ik was 19, hij was 25. Op heel veel verschillende levels speelde er heel veel manipulatie. Ik was natuurlijk ook bang voor hem op een gegeven moment toen het fysieke geweld begon. Dus therapie neem ik mezelf niet meer kwalijk, gelukkig. Nee, gelukkig. Waar zouden we dan op moeten letten? Want hoe herkennen we een toxic persoon sneller? Hoe herken je die sneller? Op het moment dat, ja, zoals ik dus net zei, er worden dingen, je mag bepaalde dingen niet doen. Je wordt geïsoleerd van je familie of je vrienden, hè, zodat ze jou niet kunnen adviseren om bijvoorbeeld weg te gaan. Degene kleineert je ook heel erg, mm-hmm. zodat je natuurlijk je zelfvertrouwen kwijtraakt. Maar wanneer is nou dat moment? Ja, het is een beetje lastig, want het is misschien per persoon anders, toch? Van het moment dat je echt doorhebt of inziet van tot hier en niet verder. Van kan jij daar als relatietherapeut bij helpen? Of Bedoel je de toxische partner helpen? Of de... Nou, degene die eigenlijk moet rennen. Hoe doen we dat? Ja. Kijk, wat bedoel je precies op het moment dat zij dat, wanneer ze dat kunnen herkennen? Kijk, omdat aan het begin van een relatie, kijk, het is natuurlijk altijd anders hè, bij iedereen. Zijn ze natuurlijk de perfecte partner voor jou, dat is hartstikke lief. Maar zodra je eigenlijk, zodra ze bijvoorbeeld ook merken van dat je je persoonlijk je beter gaat ontwikkelen. Dat ze dan op dat moment je willen kleineren. Op het moment dat jij bepaalde dingen gewoon niet mag, mm-hmm. Is het eigenlijk al dat je eigenlijk moet nadenken van oké, is dit wel goed voor mij? Zodra je denkt van ik weet niet wat mijn identiteit is, of ik voel me hier niet goed bij, je bent eigenlijk belemmerd in je leven, ja, dan is het wel een momentje om... En heb je dat, misschien Tess was dat ook een vraag voor jou, van als jij dan mensen om je heen hebt, vrienden of familie of zo, waarvan je ziet van, hè, dat herken je een beetje vanuit je eigen relatie die je hebt gehad. Zeg je daar dan ook wat over? Of vind je van, dat moet diegene misschien zelf maar ontdekken? Nee, ik probeer daar wel dan een gesprek over te voeren, om een beetje ook... ik denk, het moet wel heel erg vanuit het slachtoffer komen bij geweldssituaties. Het is meerdere keren bewezen dat in zeg maar fysieke geweldssituaties, als een slachtoffer te snel probeert weg te komen, dat de dader dan op zijn gevaarlijkst is. Dus dat kan ook zelfs uitlopen tot femicide. Dus dat vrouwen vermoord worden door partner of ex-partner. Dus het tempo moet echt bepaald worden door het slachtoffer. Dus ik zou niet snel iets zeggen van je moet bij hem weg. Maar ik zou wel bijvoorbeeld vragen stellen die kunnen helpen, die het slachtoffer kunnen helpen om zelf het inzicht te krijgen van dit is niet oké. Dus bijvoorbeeld... een vriendin die inderdaad ook een partner had, die dan heel erg haar afspraken probeerde te controleren en vertelde hoe laat zij thuis mocht zijn en zo, dat ik dan dingen aan haar vroeg van is dat in vorige relaties ook zo geweest? Of en mag jij dat dan ook tegen hem zeggen? En toen ging ze wel over nadenken van nee, ja, eigenlijk niet. Nee, het is eigenlijk wel raar. Mm-hmm. En dan kwam ze er zelfs een stukje bij beetje achter van dit is eigenlijk niet een gezonde relatie. Nee. Is dit the way to go? Is de manier waarop je mensen om je heen wellicht kan helpen of aware kan maken van? Ja, kijk, door vragen te stellen en moeten zij tot inzicht te komen. Kijk, ik kan moeilijk het advies geven, ja, je moet weggaan in de relatie. Maar door vragen te stellen moeten zij eigenlijk tot inzicht komen van dit is eigenlijk niet normaal wat mm-hmm. mij eigenlijk nu overkomt. Ja, en welke vragen zouden we dan moeten stellen? Hoe kan ik een vriend of vriendin helpen daarmee? Dat hangt natuurlijk van de situatie af. Kijk, op het moment dat je voor je bent met een vriendin en inderdaad wat jij net zegt, je moet nu elke minuut aangeven waar je bent of welke locatie je bent, weet je, dan kan je bijvoorbeeld inderdaad vragen stellen van, is dat andersom ook zo? Voel je hier wel goed bij? En wat is de reden dat hij, weet je, dat ze zelf gaat nadenken van, is dit eigenlijk wel normaal? Mm-hmm, mm-hmm. De maatschappij speelt best wel een grote rol in het rechtvaardigen van toxic behaviors. Ik bedoel, we zien het ook heel erg terugkomen op social media, in films, noem maar op. Zijn er manieren om dat aan te pakken? Het is natuurlijk heel groot. Je ziet het overal eigenlijk terugkomen. Ja,
Ja, ik heb er toevallig het eerste hoofdstuk van mijn boek gaat over de romcoms die ik vroeger keek. En dat ik dan bijvoorbeeld dingen keek als The Notebook, waarin in een van de openingsscènes die guy, hoe heet hij ook weer, Noah, aan een reuzenrad gaat hangen met één hand en zegt, als je niet bij mij op date gaat, dan laat ik los en dan val ik hier te pletter. En dat ik dat vroeger zat te kijken met vriendinnetjes en dacht, oh, wat romantisch, wat een leuke gast. Nou, dat soort dingen. Ik denk dat het goed is om, die film misschien niet meer te kijken. Gewoon manipuleren. Of met een disclaimer of zo. Ik denk wel dat het goed is om in ieder geval de leeftijd dat je die film, dat soort films en zo aan het consumeren bent, ook al op die leeftijd dan gesprekken hebben over wat zijn eigenlijk gezonde grenzen? Wat is voor jou een rode vlag en wat is voor jou een groene vlag? Het is toch ook met Sneeuwwitje zo, want zij wordt toch in haar slaap gekust? Zo, dat is toch vreemd? Ja, bij heel veel sprookjes heb je dat. Waarom keken wij dit? Ja. Ik snap het niet. Geen idee. Ja. Nu snap ik het, maar ja. Maar goed, hoe zie jij dat, Elisa? Wat was de... Wat nou ja, vind jij dat we geen Disney-films moeten kijken? Dat is basically waar het op neerkomt. Nou ja, ik vind dat je vanaf kleins af aan, laat me zeggen, je kinderen wel moet leren om grenzen te stellen. Ja. En om echt die zelfvertrouwen te hebben. En dat ze weten dat ze bij iemand terecht kunnen als er iets aan de hand is. En dat er... Want het is eigenlijk nog een beetje... Er wordt niet over gesproken nog. Het is nog best wel een taboe, hè, want dat is iets waar je iemand voor zich voor schaamt. En dat moet eigenlijk doorbroken worden. Ja, ik sprak een onderzoeker hier een keer over en die zei ook dus dat over kinderen. Maar dat het dan ook al begint bij als diegene, als ik een neefje heb en die wil geen knuffel van mij. Dan moet ik dat al respecteren eigenlijk. Ja, want als hij niet op je schoot wilt. Precies, want als ik dat wel wil, dan ga ik eigenlijk al een grens over. Zo leer ik hem eigenlijk die grens over te gaan, toch? Klopt. Dus vanaf zo klein begint dat eigenlijk al. En dan krijg je ook nog eens Disney films. En dan, zoals je merkt, ben ik heel erg tegen Disney films. Ja, inderdaad. Excuus. Ja. Emotionele mishandeling en fysieke mishandeling vinden vaak tegelijk tijd plaats. Toch wordt emotionele mishandeling sneller weggewuifd of goed gepraat. Hoe gevaarlijk is dat dus? Ja, super gevaarlijk. Ik denk inderdaad omdat, weet je, fysiek geweld, dat is makkelijk meetbaar of zo. En daar is toch wel een soort van maatschappelijke consensus over van dit is niet oké. Maar emotionele mishandeling is zo subjectief en omdat er ook vaak sprake is inderdaad van manipulatie en gaslighting. Als het slachtoffer al niet meer weet wat goed en fout is, hoe moet diegene dat dan gaan vertalen naar de buitenwereld? Dat is het grote probleem. Ja. En emotionele manipulatie en emotionele mishandeling is ook vaak een beetje het systeem wat het fysieke geweld in stand houdt. Omdat je de hele tijd wordt gemanipuleerd en gegaslight. Dat geeft een soort van framework waarin je het fysieke geweld kan goed praten. Ja, we gaan even naar een fragment kijken over attachment styles. En dan ga ik daar straks nog even een vraag over stellen. 4 major attachment styles. Secure, dismissive avoidant, anxious preoccupied, and disorganized. Generally, they can be described like this. 1. Secure. Is when needs were usually wholly satisfied at an early age. So you believe people are good and trustworthy. You feel worthy of love. 2. Dismissive avoidant, or for simplicity, just avoidant, is when there was neglectful parenting from childhood. You see others negatively, but yourself positively, resulting in believing you can only trust yourself. 3. Anxious preoccupied, also known as ambivalent attachment style, is when needs were not always satisfied in childhood. You grow up overvaluing love and doubting your own self-worth. 4. Disorganized is found when the child is raised in an abusive, traumatic, and chaotic home environment. Individuals with this style are believed to be extremely traumatized, emotionally numb, and have no sense of safety or security anywhere. It's also called insecure attachment. Ja, secure, dismissive, avoidant, anxious, preoccupied en disorganized zijn attachment styles. Elisa, zou je kunnen stellen dat er een direct verband is tussen dit soort hechtingsstijlen en toxic gedrag? Ja, op het moment dat je eigenlijk tijdens je opvoeding dan heb je een onveilige hechting. Op het moment dat word je bijvoorbeeld ook inderdaad in een gezin opgevoed bent waar er geweld plaatsvindt. Of waar je inderdaad emotioneel ook mishandeld bent. Ja, dan neem je het ook vaak over. Ja. Want dan denk je dat dat normaal is. Kan je daar een voorbeeld van geven? Stel je voor, je bent als kind mishandeld. En je weet niet beter en je ontmoet een partner die op een gegeven moment ook dat zulk gedrag vertoont. Denk je dat vaak dat het gewoon normaal is, want het is je al eerder overkomen, dus blijkbaar hoort dat erbij.
En dat is iets wat dan, hè, je moet uit die visuele cirkel, moet je eigenlijk stappen. Ja, hoe stap je daaruit? Ja, dat is toch eigenlijk om hulp te gaan zoeken, in ieder geval te gaan praten met iemand daarover, zodat je in ieder geval die patronen kan doorbreken. Ja, maar als je al zo lang denkt dat iets normaal is, hoe weet je dan dat je daar hulp voor moet zoeken? Nou, ik neem aan dat je die pijn die je voelt, hè, dat als je dat opnieuw gaat voelen, dat je dat dan wel herkent als dat het klopt niet. En als je dat in je omgeving op een andere manier ziet, dan zal je toch wel denken van, hey, ergens klopt iets niet. Mijn gevoel zegt dat dit niet goed is. Ja. Nou, Tessel, om af te sluiten, heb jij nog tips voor mensen die dan nu kijken of hier in de zaal zitten en die midden in zo'n relatie zitten, te maken hebben met gaslighting, victim blaming, noem maar op? Ja, ik denk dat het vooral het belangrijkste is om te weten dat je geweld nooit toelaat en mishandeling, ook mentale mishandeling, natuurlijk nooit toelaat. Dus je hoeft je nergens voor te schamen, want ja, het is aan de ander om beter te doen. En het is ook heel belangrijk om te weten dat je beter verdient. Dus wanneer je hulp gaat zoeken en probeert veilig weg te komen, dat kun je best hetzelfde aanvoelen wanneer dat veilig is. Maar het begint echt met die eerste stap van weten dat je zelf liefde verdient, die je gelukkig maakt, die je zelfverzekerd doet voelen. En niet liefde die pijn doet. Elisie, hoe zit het bij jou? Wat voor tip zou jij geven? Wat voor tip is, zit niet in de bijzitterstoel. Jij bent de driver van jouw leven. En laat niemand anders, laat me zeggen, daaromheen bepalen wat jij moet voelen, wat jij moet denken of hoe jij je moet gedragen. Inderdaad, liefde is heel belangrijk. Zelfliefde, dat je weet van, weet je, ik mag er zijn en ik ben het waard. En niemand anders kan mij dat wijsmaken dat het niet zo is. Ja. Dat is heel lastig ook, denk ik, als je je onzeker voelt in een relatie. Ja. Ik wil nog even gezegd hebben, want we zitten nu met allemaal vrouwen hier aan tafel. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn. Het kan ook zo zijn dat vrouwen degene zijn die toxic zijn in de relatie. Zowel in heterorelaties als in LHBTI+ relaties. Daar gaan we het waarschijnlijk een andere keer uitgebreid over hebben. Want zoveel tijd hebben we niet meer. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie hier vandaag wilden zijn. Mag ik een applausje alsjeblieft? Graag gedaan. Ja, dank ook aan mijn gasten van het vorige gesprek. Jullie voor het feit dat jullie hier zijn. Heel fijn. Kom de volgende keer weer, zou ik zeggen. En de mensen thuis die aan het kijken zijn. Dank voor het kijken en tot de volgende.